In het begin had ik gewerkt bij een crisisgroep. En toen zat ik aan het dromen, ook stel dat ik zo'n groep eigenlijk zou hebben. Die van mij is. Die zou ik eigenlijk inrichten zoals ik het zelf ook wil. Wij kregen een hele bijzondere vraag. En die vraag ging om twee woningen samen te voegen. Van een huurder die er al woonde. Het is geen ingewikkelde bouwopgave, geen groot plan, maar juist wel heel effectief. Want zij kunnen veel meer kinderen opvangen op deze manier. Sommigen zeggen van, ja, zoveel kinderen, hoe haal jij het energie vandaan? Maar als jij ze ziet ontwikkelen en dat ze lekker in hun vel zitten, dat ze lekker goed eten, goed slapen, zich ontwikkelen, lekker gewoon naar een zwemles, een balletje kunnen trappen en al. De glimlach dat ze ook soms binnenkomen van, oh, ik heb een 10 gehaald. Ja, daar krijgen wij energie van. We zijn een groot gezinshuis, maar we hebben heel veel contact met de kinderen. We proberen zoveel mogelijk de gewone situatie na te bootsen. We zijn wel, als we gaan uit eten, zijn we met z'n 10 of 11, maar gewoon dat ook gewoon kan. Of op vakantie gaan, je kan ook gewoon met 14 personen en je kan het zo natuurlijk mogelijk maken, ook voor de kinderen.